Kruiden moeten op de juiste manier gebruikt worden bij de behandeling van gezondheidsklachten. Door de jaren heen hebben mensen verschillende planten gebruikt zonder te weten wat de correcte gebruiksaanwijzing hiervan zijn. Aanleiding voor fysiotherapeut Patrick Wong Luising om meer helderheid hierin te geven en een gezondheidslezing over kruidengeneeskunde te verzorgen. Centraal staan de voordelen van het goed toepassen van kruiden, evenals de nadelen bij het niet goed gebruiken van verschillende kruiden. Wong Luising zei dat het belangrijk is om de correcte leer over te brengen als bescherming van elkaar. Hij gaf een voorbeeld van de bekende Mang Batra, die bestaat uit kruiden en alcohol. Deze combinatie kan erg schadelijk zijn voor het lichaam en dus is het zaak om eerst goed na te gaan hoe dit te gebruiken. Alcohol is een van de meest kankerverwekkende stoffen. Als je dat ook nog met je omgeving en op zich ook kankerverwekkend is, met name voor de nieren, en voor degene die heel geïnteresseerd is, misschien kennen jullie dat boek van Tinde van Andel, medicinale en rituele planten in Suriname. Ze is gepromoveerd daarop, op die Surinaamse planten in de binnenlanden. En op pagina 91 kunnen jullie dat lezen. Dit is namelijk een stof, ruim onderzocht in Amerika, is ook verboden in Amerika, maar ook in Europa zijn er studies geweest, waarbij een bepaalde groep van Chinezen tot andere volkeren met een hele hoge mate van voorkomen van kanker mee te maken kregen. En ook vrouwen gebruiken dat soms, dus in andere bevalling voor het reinigen van de baarmoeder, etc. Wong Luising vindt het belangrijk dat tijdens de artsenopleiding ook de wetenschap van verschillende kruiden wordt behandeld. Er zit ongelooflijk veel kennis en kracht in plantaardige medicatie, zolang dit op de juiste manier wordt gebruikt, meent hij. Want je mist heel veel therapiemogelijkheden. Kurkuma, dat vind ik zo'n heel belangrijke plant. Ik vind het jammer, deze periode heb ik ook iemand bijgestaan met een enorme kaartontsteking. En hij sprak zelf al heel moeilijk. En ik vertelde hem, het is een senior burger. En ik zei hem van, eigenlijk hoef je dus niet deze soort zorgen te maken, want ik had er ook last van. En als je weet hoe het werkt, dan werkt het zo zwaar ontstekingsremmen, dat je binnen een week er vanaf bent. Doe je er niks mee, dan kan het naar binnen slaan in je bloedbaan en dan kun je overlijden door een bloedvergiftiging of een hartspierontsteking. Gelukkig na 4 dagen belde zijn vrouw mij en zei, oh, hij is er vanaf, dus ik zei, prachtig. De fytotherapeut wil nog meer van zulke informatieve lezingen organiseren om de bewustwording over kruidengeneeskunde, oftewel fytotherapie, te verspreiden.